Goedemorgen allemaal. Vandaag is het 1 april, de dag van de grap. Ja, en ik zei vanmorgen al tegen mijn zoontje, hé, je veter is los. En had zelfs nog geen schoenen aan, maar toch deed hij kijken. En dat is natuurlijk een hele klassieke 1 april grap. Nog zo'n klassieke 1 april grap is, de portemonnee aan het touwtje. Zullen we dat eens tekenen? Een portemonnee aan het touwtje? Doe je mee? En let op vandaag, hè. Ja, vandaag is de dag van de grap natuurlijk, 1 april. Ja, ken je die grap? Nee, ik zei vanmorgen inderdaad, met mijn zoontje, nou goed. Ken je de grap van de portemonnee nog? Dat was echt vroeger zo'n grapje, leg je een portemonnee op straat, echt bij een hoek. En dan trok je aan een touwtje als iemand probeerde op te rapen. Nou, laten we nou eens portemonnee tekenen. Niemand gebruikt tegenwoordig bijna nog een portemonnee natuurlijk, maar... ik zit nu al tegelijk te verzinnen, hoe ziet een portemonnee er ook alweer uit? Tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk gewoon een pasje bij. En that's it. Los geld zie je bijna niet meer. Maar goed, een portemonnee. Ja, ik denk dan toch een beetje zoiets. Nou, natuurlijk de verschillende inhoud. Twee drukkertjes. Er zit misschien hier nog een ritje. Zo. Ja, is het een beetje portemonnee? Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, touwtje eraan. Je moet natuurlijk wel zo'n touwtje hebben wat je niet ziet. Dus een beetje dun touwtje. Goed. Ja, een portemonnee. Nou, misschien moet je eens even op zoek gaan naar een portemonnee. En die is... ga die eens natekenen. Ik heb nu even uit mijn hoofd een portemonnee getekend. Ik weet niet of het helemaal een portemonnee is. Maar ja, je hebt natuurlijk een portemonnee. Wat zeg ik nu? Je hebt natuurlijk nog die ouderwetse portemonneetjes. Hè? Dat was zoiets. Zo. En dan zat hier zo'n beugeltje op. Zo. En dan zat er daar twee clipjes op. En die kon je dan in langs elkaar klikken, zeg maar. Zo. Dat is eigenlijk een oud portemonneetje. Die zie je nog wel eens mensen. Misschien wel wat oudere mensen die er zo'n portemonneetje bij hebben voor nog wat kleingeld. Wat ze daarin hebben zitten. Echt een beurs, zeg maar. Ja. Goed. Ik zou zeggen, zoek een portemonnee op en probeer die eens na te tekenen. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!